Eerste Kamer, Kazernestraat. Politie gebeld voor een paar mensen die hier staan. Oh, daar is de Eerste Kamer, senator van het volk. Pers, meneer, pers. What would Jesus do? Hallo. Pastor? Nee, we zijn niet welkom hier. Je mag altijd in het zicht van het gebouw mag je altijd staan. Dus we moeten wel gefaciliteerd worden. We hebben geen contact. Hebben jullie het aangekondigd? Ja, zeker, zeker. Ik sta hier gewoon op eigen titel. Oké. U had het aangekondigd, meneer? Vraag maar aan. Heb ik het aangekondigd dat we zouden komen? Op Facebook, Telegram, Twitter. Ik heb het overal aangekondigd. Meneer, dit is landelijk nieuws geweest, dus het is heel duidelijk dat wij hier zouden komen. Maar wij doen geen zaken met jullie, omdat jullie een criminele organisatie verdedigen. Misschien ben jij een hartstikke goed persoon, maar jouw werkgever hebt ons zo vaak belazerd met demo's. Die tijd is geweest. Wij komen, wij gedragen ons en daar gaat het bij ons om. We mogen geen openbare ordeverstoring. Nou, hier is dat ook best wel moeilijk, denk ik. Geen geweld, geen scheldpartijen, geen bedreigingen. We houden ons aan de wet. Hey, dat is de manier. Wij krijgen een melding binnen dat er wel beledigende teksten worden geuit. Waar dan? Daar was ik nu bij. Ik kom net aan. Nee, nou, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval gehoord dan. Maar, Is dit ook beledigend? Tegen ons is niks gezegd dat ik een beledigende tekst heb gezegd of een bord heb staan. Ja, wat? Ik weet niet wat je. Wat vind je beledigend? Oplichting, dat is ook belediging, ja. Nee, oké, okay, maar als er een melding is gemaakt, wil ik wel weten wat het beledigend is. Oké, dat is goed. Hele mooie tekeningen. Prachtige cartoon. Het is heel beledigend wat erop staat, dus kijk wel uit. Waar je het verspreidt. Ja, mooi hè. Ik weet niet wie dat is. Ik denk gewoon een. Ja, daar hebben ze iemand voor die dat speciaal tekent. Ja, dat is uitleggen. Wetenschap staat aan onze kant. Nieuw normaal in sterfte. Oversterfte. De deur gaat altijd automatisch open hier. Hoi, schijnen dat wij nu verdacht worden buiten van beledigende teksten. Weten jullie daar meer van? Wie is er beledigd? Ik ben beledigd. Hoe, wat voor manier? NSB'er, ben ik niet van gediend. Oh, dat heb ik niet gehoord. Was ik niet bij, mij daar niet bij zien staan? Ik heb geen namen genoemd. Ik heb alleen gezegd dat ik voor de NSB'er ben uitgemaakt. En dat, nee, dat steun ik zeker niet. Nee, is heel vervelend. Dus is dat jouw aanhang? Nee. Gewoon, mocht je de mensen spreken van, je mag niet binnen, dat weet je. Ja. De regels zijn volgens mij ook bekend bij je. Ja. En dat soort uitspraken zijn we niet van gediend binnen. Klopt. Buiten ook niet. Ja. Zelfs zou je het ook niet leuk vinden, denk ik, of die persoon ook. Nou, ik word ook van alles voorop gescholden online. Ik vind het ook niet leuk. Ik vind het ook niet leuk. Nee, dus, ik zal in ieder geval tegen iedereen zeggen die er nu staat dat dit niet nodig is. Sfeer, ja. Is alles mogelijk, dat weet je ook. Mits de regels gevolgd worden, respect voor elkaar, dan kan je gewoon naar binnen. Ja, ja, goed, dank u wel. Ja, ik kom denk ik in de tweede termijn. De eerste termijn moet ik even wat andere dingen doen. Om 6 uur is pauze, om 7 uur begint de tweede termijn. Dan kom ik naar binnen. Oké. Als het dan niet helemaal vol staat hier, wat we wel hopen natuurlijk. Bedankt hè, tot zo. Iemand heeft hem uitgescholden voor NSB'er, zegt hij. Ik weet niet wie het was. Hij zegt, ik ben uitgescholden voor NSB'er. Dus daarom wordt de politie erbij gehaald. Het is een ambtenaar in functie, weet je. Ik vind dat niet slim. Want daar verpest je wel de demo mee wie dat heeft gedaan. Hij zegt, iemand hebt hem uitgescholden voor NSB'er. Dus degene die dat heeft gedaan, ja, die is wel over de streep gegaan, vind ik zelf. Want dat... Ik was er niet bij, dus ik weet het ook niet.
Ja mensen, de emoties lopen weer hoog op vandaag. Oh, kijk dan. Geweldig. Prachtig. Hier, eigenlijk moet ik dit ook nog even in beeld brengen, maar die heb ik al op beeld. Ik heb hem ook gezien daar, prachtig. Versterking, versterking. Politie, 3 politieauto's. Paniek, paniek. Ik ben live hoor, dan weten jullie dat. Welkom, geweldig. De vlam is al in de pan. Iemand van hier, de beveiliging is uitgescholden voor NSB'er. Dus het begint weer lekker. Ja, wanneer kan je iemand een NSB'er noemen, mensen? Ik vind het op sommige mensen zeker van toepassing, maar ook niet op iedereen. Maar ja, prachtig, prachtig mensen. De hele dag staan we hier, morgen dus niet. Want morgen is niet de stemming, is fake news. Hij gaat weer verder, of gaat hij rondjes rijden? Of, Ja, want hij mag hier niet zien. Nee, nee. Goedemiddag. Hallo. Ik had begrepen, Max, je had een kennisgeving vanaf 3 uur, hè? 2 uur, hij stond erbij. Oh, ja, want ik heb net even gebeld met de operationele zaken, dat hij er vanaf 3... Heb je hem bij je, of niet? Nee, ik doe alles digitaal, dus... Nee, heb je een kapietje of zo ervan? Nee. Ik krijg mee dat het vanaf 3 uur is. Oh, ja. En dus daar moeten we ons van even aan gaan houden. Nou, zo'n mensenmassa kan je nu niet door Den Haag faciliteren. Dat wordt één grote chaos als iedereen begint te lopen. 10 mensen. Ja, nou ja, jullie nemen het heel hoog op. Waarom kunnen we hier dan niet staan? Nee, dat moet altijd. Maar weet je, we hebben natuurlijk afspraken gemaakt. Ik heb geen afspraken gemaakt. Ik heb alleen kennisgeving gedaan. Ja, om 2 uur. Alleen als we natuurlijk nu er een probleem van gaan maken om 3 uur terug te komen. Ja, dan zegt eigenlijk ook zo'n burgemeester van ja, dat doet het dan maar helemaal niet. Nee, maar om 3 uur begint het binnen. Dus mensen gaan om 3 uur naar binnen. Ja, ja. Maar hoeveel mensen stonden er op die aankondiging? Ik ben niet heel moeilijk te doen. Heel het volk is welkom. Ik weet niet welke aankondiging jij het over hebt, maar ik kondig het altijd aan gewoon op social media. Okay. En dat leest de politie ook mee. Want ik word ook soms... Nou, ik persoonlijk niet, want ik ben eigenlijk meer van het boeven vangen. Maar... Nou, dan moet je hier zijn vanavond. Ja. Genoeg boeven hier binnen. Okay. Hey, maar wat is nu ben je gewoon van plan om gewoon voor de deur te wachten tot 3 uur toen naar binnen kan dan? Ik weet nog niet of ik naar binnen ga. Dat moet ik even nog bespreken met wat mensen. Okay. Er zijn natuurlijk ook niet onbeperkt plaatsen beschikbaar. Sommige mensen komen van ver, dus die geef ik sowieso voorrang. En het lijkt me ook best wel saai binnen. Het is wel belangrijk, de bespreking, maar het zijn ook 2 delen, hè? Van 3 tot 6 en van 7 tot 9. Ik ga het ook niet zelf doen. Nee. Maar ik denk als dat zo gemoedelijk kan blijven, dan moet dat prima zijn. Nou, ik wil wel graag met de megafoon nog even speechen als het kan. Zo, Nou ja, die hebt natuurlijk vanaf 3 uur die aankondiging, dus dat zou ik niet adviseren. Nou, dan doe ik het om 3 uur. Ja, dan ja. Ik weet niet wat je hebt aangegeven, wat je met een megafoon wilde en mocht staan. Maar dat is het idee in ieder geval, Max. Nou, het idee is dat we wel iets willen forceren vanavond, ja. Dat snap ik. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, denk ik. Nee. Okay. Want ik weet niet of jij je kind zo wil zien de rest van haar leven. Elk moment weer nieuwe maatregelen die worden afgekondigd. Ik weet hoe het werkt, maar hoeven mij niet te proberen. Wel, jullie zijn de wetshandhavers en de wetten worden niet gehanteerd. De wetten worden steeds veranderd in hun eigen voordeel. Ik weet dan even genoeg. Als je nog wat nodig hebt, kom ik even bij je. Yes? Want jij blijft dan gewoon sowieso hier staan, denk ik. Nou, ik ga zo naar het Binnenhof, want daar is een open dag, een renovatie. Dus daar kwam ik net achter. Okay. En dat vind ik ook gewoon heel interessant. Dus daar ga ik ook nog even kijken. Dit duurt de hele dag, dus... Ik ben flexibel vandaag. Ik kan niet alles van tevoren duidelijk maken wat ik ga doen. Okay. Nou mooi, dan zeg ik succes. Ja, dank u wel. Misschien tot straks nog even. Ja, is goed. Ja? Wat is uw naam? Brabander. Hoe? Brabander. Oh, uit mooi naam. Ja, dat verbaast me niks. Oh, kijk, daar is al iemand weer extra gekomen. Ja. Wil jij nog wat zeggen? Ga je naar binnen zo? Ik zit als het goed is zo meteen op de perstribune om Dat is mooi. Even de citaten bij elkaar te zoeken over, nou ja, over dus de WPG, de pandemiewet. Ik heb daar ervaring mee opgedaan bij de debatten rond de slimme meter. Ja. Dat was ook zo'n wetsvoorstel wat door de Tweede Kamer al was gepasseerd. En toen kwam de aap uit de mouwen. Dat er nog een bepaling in stond dat je die slimme meter niet mocht weigeren en deed je dat wel, ja. Dan beging je een economisch delict met tot een half jaar hechtenis. Zo, mijn hemel. Ja, zo begon het. Hard.
Dus het verbaast mij, nou misschien ook eigenlijk niet, dat een hoop mensen die meter toch hebben laten ophangen. Ja. Onder andere omdat mensen zoals Diederik Samson daar heel erg enthousiast over spraken bij een consumentenprogramma. Oh, kan precies zien of de wasmachine aanstaat. Ja. Nee, kon die nog niet. Nou ja, maar daar moest het dan heen. Dus, en dan leer je een beetje hoe dat werkt. Die senatoren, die moeten ook eigenlijk weten dat hun werk met belangstelling wordt gevolgd. Anders denken ze misschien ja, klopt. Dat niemand het interesseert. Nou ja, daar heb je ook een goed punt. Want eerst zat natuurlijk de Eerste Kamer op het Binnenhof. Mm-hmm. Achter de Tweede Kamer. En dan kun je natuurlijk van alle kanten daar naartoe lopen. Alleen nu moeten ze hier een auto parkeren of met de fiets komen. Dus hier kunnen we ze veel makkelijker benaderen. Alleen nu heb ik wel gehoord dat er aan de andere kant ook een ingang is. Ja. Administratief. Dus daar kunnen ze waarschijnlijk ook wel naar binnen gluipen. Maar dat is het gevaar. Dat de politici die ik hier de vorige keer ook wilde aanspreken, afstandelijk doen. Ze zijn het niet gewend dat hier protesten zijn. En dat hoort er wel te zijn. Niet alleen bij de Tweede Kamer, maar ook bij de Eerste Kamer. En bij de Sinistraat. Maar daar mag ik niet komen. Ja, waar je helemaal... Heel even een mooie view van jou, hoe belangrijk je bent. Waar je helemaal interessant kunt... Waar het helemaal interessant wordt, waar je kunt zien hoe de democratie in de praktijk werkt, is bij de laatste vergadering van de Eerste Kamer voor het zomerreces. Oké. Okay. Dan heb je tal van wetten die best belangrijk soms zijn, die gaan er dan als hamerstukken doorheen, zonder al te veel debat. En dat is ontluisterend. Daar heb ik in het kader van privacy ook het een en ander zien gebeuren. En het werkt net als in de Tweede Kamer, je hebt dus een fractiespecialist, die moet bekijken wat de fractie wil gaan doen met een voorstel. En de rest stemt mee. Ja. En zo was er dus één senator. Ja, even kijken, er komt nu een senator naar buiten. Ja, nu lopen mensen naar binnen en niemand staat hier te staan. Niet dat ik nog weet. Ja, we zijn allemaal welkom hoor. Echt, om 3:00. Maar iemand, ja. Iemand zegt ineens van... Van welke partij is hij? Ik weet niet, voor mij is hij FVD. Allebei FVD. Ja, hij is FVD. Je bent eigenlijk niet. Mag ik iets vragen? Geen rumoer. U staat op beeld. Mag ik u iets vragen? Een belangrijke vraag voor vandaag. Dat mag. Er gaan geruchten dus dat er ook mensen bedreigd worden momenteel vanuit de elites en de WHO om dus deze pandemiewet dus goed te keuren. Hebt u daar ook misschien in de wandelgang iets over gehoord? Nee, daar heb ik geen enkele informatie over. Vermoedt u dat er druk wordt gezet hierop? Nou, ik ga niet uit van vermoedens. Ik wil alleen harde feiten en daar ga ik het vandaag wel over hebben. Maar met vermoedens kan ik niet zoveel, dus daar kan ik eigenlijk niks op zeggen. En u bent van de FVD? Ja. Ja. En u gaat niet mee met deze pandemiewet? Ik ga niet mee met de pandemiewet, nee. Dat lijkt me duidelijk. Maar dan ga ik straks uitgebreid toelichting geven waarom. Dus, Nou, heel mooi om te horen. Heel veel succes. En hoeveel, denkt u, zijn er aanwezig van de Eerste Kamer vandaag? Nou ja, het is maandag, dus dan is niet iedereen aanwezig. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. Er is sowieso een quorum nodig om überhaupt te kunnen vergaderen. Oké. Okay. 11 plus 1. Anders kunnen we helemaal niet vergaderen. Stond ook op de website, ja, eventueel. Ja. Maar goed, dus dat zijn, dat is even afwachten hoeveel mensen er straks opkomen daar. En komen ze allemaal hier langs of gaan ze ook via de administratieingang naar binnen? Nee, er is een tweede ingang aan de Lange Poten. Oh, oké. Okay. Met ondergrondse tunnels. Nee hoor. De meeste wel verkiezen. Is dat toch die luchtbrug? Dat is gewoon de kelderdeur waar de Raad van State. Dus nee hoor, dat is niks geheims aan. Dus, maar we hebben gehoord dat daar het officiële demogebied is. Ze willen ons even weggooien. Ja, precies. Dit is de hoofdingang, maar de dienstingang zeg maar, is aan de kant van het Lange Poten. Oké. Dus daar was ook bij andere gelegenheden, was daar inderdaad podium en demonstratie. Dus, dus dat zou zeker kunnen, ja. Ja. Dus we gaan ook nog. En wat is uw naam nog even, meneer? Johan Dessing. Hoe heet u achternaam? Johan Dessing. Oh, oké, dank u wel. Max. Ik ben fractievoorzitter voor de democratie. Nou, ik heb veel medestanders hier. We gaan het zien. Oké.
Moet jij nog wat zeggen? Misschien later. Is goed. Ja, ik zit ook een beetje te dubben, want ik mag dus niet de megafoon gebruiken hier, zeggen ze. Want we mochten pas om 3 uur protesteren, zegt de politie tegen mij. Maar ik denk, het begint om 3 uur. Dus je wilt toch juist van, ik heb duidelijk gezegd, om 2 uur begint, ga ik hier protesteren. Nee, om 3 uur heb je pas toestemming. Dan is het al binnen, al gaande. Ik ga toch even kijken, mensen, wie er allemaal hier naar binnen lopen en in- en uitlopen. En toch even de megafoon hanteren, want het is geen grote opkomst. Maar ja, mensen kunnen ook nog later komen. Wat we net dus horen. Ja, wat we net dus horen is dat het eigenlijk misschien niet eens doorgaat. Er moeten zoveel deelnemers zijn. Dus als ze zeggen, ja, wij komen niet, dan kan het misschien niet eens doorgaan. Misschien dan pas vanavond. Dus we houden jullie op de hoogte. Ik wil even ook fixeren hier op de mensen die hier lopen en die hier bezig zijn. Dus tot later, mensen. Het is een vol programma, dus de hele avond zullen we jullie updates geven. En hopelijk wordt alles in goede banen geleid door onszelf en ook door de politie. En natuurlijk hier door de medewerkers. Oké, mensen. We houden jullie op de hoogte. Tot later.